3, 2, oh fuck, kom op! Video. Vandaag gaan we over water lopen! Yes, omdat jullie al maximaal gelijk hebben met een andere video, gaan we het gewoon doen! Kijk, we hebben hier stenen en touw. De bedoeling is eigenlijk heel simpel. Mark, even Chris kan een hele goede knopen leggen. Vissersknopen. Vissersknopen? Nou ja, ik weet niet of je toen de vorige keer welke video was dat. Nou, toen gooide ook een touw en met de steen ging wel, maar de touw niet. Wat was dat? Welke video was dat weer? Weet ik niet, dat weet ik echt niet meer. Wel iets met ijs. Iets ijzigs, iets koud. Ah, dat is misschien die video geweest en we gingen schaatsen. Met die trampoline over de ijs. Ja, dat is die wil je zien mensen. Link zit ook in de beschrijving. Maar we gaan dus het touw over kunnen gooien. Dan weten we meteen precies hoe lang dit is. Gaan we die rollen uitrollen. Lagen op elkaar leggen tot die rollen op zijn. Ik hoop dat we een beetje deze dikkelingen krijgen als een originele watertrap lopen. Ik weet niet eens hoe zo'n ding heet. En dan gaan we kijken of we het kunnen halen. Ja, over een waterloper. Een waterloper. Dames en heren, haalt hij de overkant ja of nee? 100%, dan gaan we eventjes kijken. Zal ik het touw vasthouden een beetje? Zo vasthouden. Hij let op dat je Chris niet mee erin gooit, hè? Hè? Let op dat je Chris niet mee erin gooit, dat wordt hier best zo... Ja, dat is zo meteen vlieg ik gewoon mee, hè. Kijk. Maar ik moet hem ook niet uitgooien, want dan is het kut, snap je? Als je aan de andere kant van de sloot zit, zit hij misschien wel vast. Ja, als hij zeg maar over de weggetje en dan zeg maar die sloot in, ja, dat is net de sloot te ver, zeg je dan. Kijk, komt ie. Ja? Oké. Okay. Kijk, kon die niet beter? Zo, nee. Kijk, ik heb touw met vinger gedaan. Hier begint die, straks gaat in de boom vast. Ik trek nu gewoon de steen terug, hou het touwtje op mijn vinger heen. En dit is meteen de lengte die we uit moeten rollen. Heen en weer, tot er twee rollen op zijn. Dus, mee eens jongens? Ja. Kijk. Ik hou hem hier met mijn nek vast zometeen. Dus mocht het fout gaan, weet je wel. Dus... We gaan even rollen. Ik is net uitgelopen dat het ongeveer 17 meter is. Dat zou zeggen dat het ongeveer 10 laag is. Twee rollen 10 lagen, ja, één rol 5 lagen. Nou, dan gaan we even beginnen en kijken of we uitkomen. Oké. De eerste 5 laagjes die hebben we gedaan. Check. En hij ziet er op zich al stevig uit. Ik zou bijna zeggen nog 5 laagjes en dan kunnen we het gewoon redden, weet je wel. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Het is toch een hoop gewicht, het is toch 90 kilo en 80 kilo. Dus het is toch tricky. Maar ik denk dat we het over kunnen gaan halen. Als we genoeg lagen hebben. Maar dat ga je natuurlijk zo meteen zien. Nu ga ik eerst de andere 5 lagen erop doen. En dan kom ik bij jullie terug. Nou, mensen, het lijkt altijd zo makkelijk, hè? Maar die stomme wind in Nederland verpest heel veel video's van ons. Dames en heren, dit is hem dan, hè? Hij is ready. Hij is niet ready, want het is getaped worden. Ja, hij is al zo goed als ready. We gaan het halen. Ik heb er vertrouwen in. Ja. Ik denk niet dat ik het haal. Nee? Hij is al heel lang, hoor. Hij is echt... Ja, het gaat in de lengte, maar ik denk persoonlijk, als je hem goed wil doen, dan moet je echt om de 30 centimeter die tape netjes doen. Dan wordt het echt door die tape wordt het stevig. Nu krijg je die losse stukken ertussenin. En het is... Ja, ik weet niet of je het kunt merken hier, maar het is gewoon de windkracht 10.000. Dus ja, dat werkt niet mee, weet je. Alles gaat allemaal dubbel open. Dus zo vlak is het niet meer. Ik denk dat Aard eten nodig heeft, want hij is een beetje negatief. Maar we gaan het gewoon halen. Kom jongens, box. We halen het gewoon. Dus positiviteit, dat is hetgeen wat we nodig hebben. Want binnen als je twijfelt aan jezelf, dan lukt het nooit. Ja,
Ja, dat heeft hij een heel groot punt. Ik ga nu aan de overkant. Ik ga deze vastbinden aan de boom zodat hij vast zit. Kees gaat hier met Kent de paal in de grond slaan dat hij ook vast zit. En dan begin ik wel aan die kant, jullie aan deze kant. Ja. Ja, dat zijn ons een beetje plannen nu. Wie gaat er eerst? Ik zie hem zo even. Ja, dat vechten we zo wel uit. Maar ik hoor je net zeggen, selfie-stick. Misschien is het wel handig om even een selfie-stick met de GoPro mee. Ja, we moeten even een GoPro'tje meenemen. Dat is wel verstandig, ja. Ja. Dan zien we jullie zo weer. Dan gaan we gewoon van start als je ons zo ziet, mensen. Dus, ciao, ciao! Hij drijft! Oké, mensen, we zijn eigenlijk zover. Het heeft even geduurd. Het kostte zo heel veel tijd. Ja. Zoveel wind en Kenneth. Ik ga als eerste. Hij gaat als eerste, dus ja. Ik tik er van staan. Ik hoop echt dat je het haalt. Dat zou ik echt lachen vinden. Ja, vind jij dat ook? Ja, sowieso. Nee, ik reken erop sowieso dat één iemand het gaat halen. Ja, ik denk Aard, want Aard is de snelste van ons allen. Ja, ik denk tot Aard van die mini-stapjes. Ja, maar kan doen. Jij kunt nu ook gewoon erheen zeggen dat het kapot is. Dat kan ook. De laatste woorden, ik heb daar zin in. Oké. Okay. Ik ga ervoor tot ik het ga halen. Kijk! Oh shit! Koud water, het is fucking koud, ouwe. Het is echt zo koud water. Het is gewoon ijswater. Misschien als ik mijn balans zou ga ik het nog wel halen, maar ik denk dat ik uit balans ga. Oké, het waait wel hard. En het water is koud. Heel koud. Ik heb het water net al meegemaakt. Koud? Weet je wel. Oké. Van de winter was het kouder. Daar gaan we. Soms ben je te bang, jongen. Nou, is niet bang, maar moet je pet er niet af? Wat? Moet je pet niet af? Nee, want die heb ik pas nieuw. Die heb ik op pranksterkleding.nl gekocht. Kom op! Ik ga hem weer strakker moeten leggen. Ik ga door! Go! You can do this shit! Je kunt het halen! Fuck yeah! Nou, dan moet hij via mijn kant doen, maar ik zie dat touw is gekrabben, maar kijk. Ja? Ja. Ik ga het halen! Kijk. Ik ben een beetje nat! Zie je dat het touw is gekrabben? Ik ben een roeien. Het touw is kapot. Ja, dat zeg ik al. Ik ga hem niet meer halen. Ik ga hem. Nee. Maak hem niet los, we gaan weg. Nee. Wat? Tot de touw. Nee, ja, nee. Daarom is ik zo los. Ja. Dat heb ik gewoon gehaald, hè? Ja, zeker. Ja, kom op, je kunt het halen nog, jongen. Je bent nog niet nat. Trek hem terug. Wat? De touw, dit is gewoon een ding terug, dat hij niet toch moet zwemmen. Oeh. Nee, pak je uit. Hey, je bent er bijna. Oh shit. Wat een lulhoofde. Kijk ze staan. Hey, gaan jullie, als ik in het water spring, gaan jullie dan nog een keer? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ja, dan moet het maar. Finger cross. Fuck, mag ik die camera even gooien? Dat kan met twee handen. Tuurlijk. Ja, kan dat? Ja, maar wel hier op de weiland gooien. Ja, maar niet op de paal, hè? Rechts, ja, maar rechts is Aard, hè? Ja, die kant. Dat is links. Oh, maat. Oké, zwemmen. Geneer niet eens. Sorry. Ja, zwem wel de andere kant op, hè? Ja. Neem dat ding mee als kan. Lekker, hè? Lekker zacht. Ja. Ah, dit is de laatste die we pakken helaas, want het begint echt zo hard te regenen. En we willen onze camera, die kan niet tegen water. Dus ik ga het nu gewoon één keer proberen en dan is het gewoon... Dat was het. Dus ik hoop dat je het leuke video vond. Laat natuurlijk even een duimpje achter. En zie je de volgende keer alweer, weet je wel. Sowieso. Maar we gaan eerst nog kijken naar Aard. En Aard, die kan dit. Kom op. Aard. 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 Nee. Ja. Kijk, we moeten echt... Oh, dat kan nooit, man.
Hè? Ah, je kunt het! Kijk, daar, 3, 2, 1. Go! Ja, 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 je bent bijna! Je bent er bijna! Je bent er bijna! Is het touw weer kapot? Nee. Ja! Ik haal de pleubel op de grond. Hoe kan het nou dat de touw weer breekt, kindert? Ja, we hebben veel tegen... Kort, hè? Tegenslagen vandaag. Ja. Maar we hebben het gedaan, we hebben het geprobeerd, dus we weten dat het niet zo goed lukt. Volgende keer misschien met meer lagen. Ja, of met een dikke touw, weet je wel. Het touw, dat knapt er steeds. Het touw kon ons gewicht al niet aan, snap je? Nee. Maar, was kei leuk, man. Ik heb genoten. Ik ook.